nadat er foto's zijn verschenen van de kinderen van gezin Hak op social media, heeft de samenleving dan ook geschokt gereageerd. Want hier gaat het om een kwestie van kinderen die ziek zijn geworden omdat de hygiëne hier in huis ontbreekt. Meneer Hak, u bent vader van hoeveel kinderen? 4 kinderen, 3 meisjes en een jongen. Ja. Hoe oud is de oudste? Oudste is 11. Oudste wordt 12 deze jaar. Dat is zij dus. Ja. Mm-hmm. Die tweede wordt 11 deze jaar. Deze wordt 25 december 9. En 23 augustus, de laatste jongen van me wordt 2 jaar. Okay. Ja. Nu hebben mensen foto's geplaatst van uw kinderen op social media, op Facebook. Ja? Wat is de situatie hier? Situatie is de hygiënische onderhouding. Die persoon die ik heb genomen met 4 kinderen en mijn vrouw, is niet goed aan op de netheid. Omdat ze ook dingen geestelijke beperkingen van hoofd niet 100 is. En het is meer veel te maken met mijn tweede meisje, die als zijn moeder heeft gekregen. Zij gaat op straat. Dan gaat ze mensen leugens vertellen dat ik geen geld heb of geen eten thuis. En zeggen ze dat, tegen die mensen dat ik met ontslagen ben. Trouwens, meneer Ganesh, je hebt het gezien. Dat ja, ik heb net mensen van uw werkplek hier ontmoet, ja. Meneer Hak. Ja, dus zij gaat op straat. Zij ja. Die blauw aan heeft. Jawel, klopt. En wat gaat ze doen? Bedelen? Ze gaan mensen auto's gewoon wegstoppen. Dan gaan ze mensen geld vragen. En leugens vertellen. Waarvan mensen, inderdaad zeggen we, bij kinderen is het veel te geloven. En mensen geloven het. Door dus dat. En ze gaan de kleren liever knopen losgooien. Dan gaan ze borsten buiten zetten. Dan gaan ze lopen. Inderdaad gaan mensen dat niet leuk vinden. En inderdaad gaan ze denken dat die moeder haar stuurt om te bedelen. Dat gaat zo lijken. Inderdaad gaat het zo lijken. Als met iemand zo gebeurt, zo had ik ook moeten denken, ja, misschien die ouders laten die kinderen bedelen. Maar het is gewoon totaal niet waar dat die meisje eigenlijk veel, veel dingen ondersteuning nodig heeft. Dus hoe ze iemand zo is. Ze begrijpt het niet. Wanneer als je goed voor haar zegt, dus vandaag hoort ze, ja papa, ik ga het zo doen. Maar ze doet ze verkeerd naar die tijd. En ze gaat weer dat dingen doen. En de moeder zegt, u kan niet veel, omdat ze zelf een geestelijke beperking heeft. Jawel. Ja, maar hoe lang zijn jullie al samen? Deze jaar wordt het 13 jaar. Jawel. En dit zijn allemaal uw kinderen? Mijn kinderen. Ja. Ik heb ook een kweekend mijn kleine broertje. Oké, hij werkt. Hij wordt 22, maar hij is zelfstandig. Dus met heb ik geen problemen. Maar hij woont ook hier? Hij woont ook hier, ja. Omdat ik hem vanaf klein af heb opgevoed. Mijn moeder, toen mijn moeder overleden was, was hij 1 en zijn vader overleden was hij 9. Hij bleef er bij de broer bij Paraná, maar de broer behandelde hem echt. Dus eigenlijk, laten we zeggen, we zijn van 1 moeder, 2 vader. Dus die vaders kan andere vrouw kinderen. Ja. Maar die broer behandelde hem niet als goed hoe het moet. Dan heb ik hem, ik heb op mijzelf genomen. Ik heb opgegroeid op 22 jaar. Hij was 22, hij wou niet bij zijn werk. Maar meneer Hak, als u van het werk thuis komt, hè, en u ziet die kinderen zo, het huis is slordig, u zegt niets aan die vrouw? Ik probeer haar uit te leggen, kijk, ik zeg van, kijk vrouw, ruim daar op, want het is niet netjes. Wat zijn een mens, je hebt kinderen. Wat ga je de kinderen toekomst geven als ze opgroeien, want je hebt meisjes. Daar gaan ze na 18 huwelijken. Hoe gaat ze daar bij de schoonouders of bij zijn bij de partner. Dus hoe gaat ze dus, eigenlijk begrijpen hoe het een vrouw moet leven in een huis? Ja. Ik probeer altijd te herstellen. Ja. Zij wordt deze jaar 42 jaar. Ik heb er zoveelste keren haar geleerd. Zelf koken kon ze niet. Ik wist niet dat eerder, omdat de familie leugens had verteld dat ze kon koken. Oké, daarmee had ik geen moeite. Ik zelf. Koken is mijn hobby. Ik heb daar geleerd bepaalde dingen te doen. Oké, vleessoorten dingen, curry dingen kook ik. Maar bepaalde aantal dingen, andere dingen kook mijn vrouw, vis bakken en zo. Ja. Ik kook zelf vlees en andere soorten dingen. Maar die vrouw vis bakken, groenten, dat kan ze wel niet. Maar
Ik neem aan dat binnen dus allemaal slordig is. Klopt. In uw huis. Alles is slordig. Alles is slordig. Want daarom heeft mijn manager, we hiren van mijn werkvloer, gewoon me ook checken binnen en heeft haar gezegd, laat ze alles opruimen en voor te zetten wat niet nodig is. Alles op die erf die weggegooid worden, dat gaat door die dienstwagen opgeruimd worden. Dat is in orde. Dus ze moet heel veel hard werken. Daarom heb ik ook bedrijf nodig hier de vakantie gekregen. Dat ik haar ook kan ondersteunen. Zodat ik dat de mission kan compleet doen. Maar u ziet het, meneer Hak. Kijk aan haar eigen lichaam. Dat zeg ik. Kijk aan haar eigen lichaam. Heeft ze ook heel veel uitslag. Jawel. Klopt. Ze had het niet, want ze moet die kinderen baden. En door die kinderen is het bij haar naartoe gekomen. En zijn voet is gezwollen en ze kan ook niet te goed lopen, verlopen. Ja. Maar dat komt allemaal door. Ja, ik ben geen arts hoor, maar goed, als ik de situatie hier zie. Want kijk, als de mensen kijken, je ziet het derde kind, die huilt alleen maar. Ja. En dat is vanwege pijn, hè? Pijn. Ja. Klopt. Ik vind het wel raar, maar is de hygiënisch. Klopt. Je moet altijd open kaart blijven. Altijd opperkaart blijven. Ik werk keihard. Maar om die meisje, om die kinderen, dat ik zulke dingen op social media hoor, dat ik... Kijk, elk mens drinkt een biertje. Toevallig hebben we bij de naast Niamat een keertje ontmoet. Ik zag zelf mijn kinderen, neem de popsiegel. Ik heb gezegd, meneer Genees, toevallig je ziet. Als ik bij een winkel inkopen ga doen, in eerste instantie wat ik doe, ik breng mijn kinderen naar hun plekken wat ze willen hebben, koek of lekkers. Mijn kinderen zijn dol van popsicle van Fernandes. Ijscream. Dan gaan ze eerst bij die vriezer. Dan ga ik bij hem, bij die kleine van me. Hij drinkt meer veel melkproducten, yoghurt, chocomelk, noem maar. Hij van kan. Meer veel dingen, chocomelk en yoghurt. Neem ik voor hem. Wat mijn vrouw wil drinken, soft. Eerst ga ik bij mijn gezin. Dan neem ik een biertje, zo. Dan ga ik door. Maar ja, mensen hebben gelijk. Het is ook niet netjes met je heel gezin te gaan als je wilt chillen. Liever als jij persoon doe het alleen. Of vind ik meer beter, breng dat drinken thuis. Dat drink je, koek je wat lekkers, eet je vanuit je vrouw kinderen. Dat geef ik die mensen hier gelijk. Want het is niet goed voorbeeld als vader. Kijk, ik ga niet met een slechte bedoeling. Ik krijg geld. Ik ga bij de restaurant, ik koop eten. Want elk een van de mensen zijn ze kwaal. Ze willen geen huis eten. Buiten eten, ze niet eten. Soms is het chow mein, soms is het nasi. Dan ga ik eerst dat kopen, dan koop ik het al mijn inkopen doen. Dan neem ik twee biertjes mee naar huis, eentje maak ik open. Mensen, ik zie het niet als aan de andere kant, dat is verkeerde bedoeling. Maar voor de mensen is het niet netjes, ik kan het begrijpen. Want het is niet goed zo openbaar om samen met je kids en met je gezin te lopen en een bier aan je mond te zetten. Het is helemaal niet netjes. En die mensen hebben gelijk dat als ik een kick ga nemen bij een winkel voor een staan een biertje drinken, doe het alleen. Ik geef die mensen hier gelijk. Die mensen hebben gelijk, maar bepaalde dingen wat geschreven zijn over ik niet daar werk. Ik vond het echt erg. Ik ben nog steeds daar. En ik ga niet met een mooie salaris van 10.900, bijna 11.000. En elk jaar juni krijg ik een verhoging van de bond. Een jaar gaat het met dingen, presentaties. En een jaar gaat met een bedrag. Vorig jaar was het bedrag, die ze gaat dingen zijn, ja. Laten we kijken. Hallo, mevrouw. Staat u even hier? Sta even hier. Ja. Als u zo kijkt naar die kinderen, ja, begrijpt u nu hoe het allemaal is, zo ver is gekomen? Begrijpt u wat er precies is gebeurd? Kuntje bhal precies killer kon aaj itna bemar bhal wo kaha to bahut bemar hai oral bhana sote hai humne kon poisi nikala hai humne kon poisi nikala hai aur datarwa bhi na jane oke kon chi nikala hai kon poisi nikala hai ma tu jane u kaise bhal aise nahi hum na jane na na hum kuch na tor admi meneer Hak de zijn. Ik zal het zo meteen vertalen voor de kijkers en luisteraars. Uw man, door een niebolle he, je hebt haar netjes zeggen hier. Door haar hygiëne per letten krijgen. Gaat u dat nu doen? Gaat u erop letten dat u nu wat netter... Ja, nu doen en haar buiten zetten.
Maar hij is iemand sturen om te weggooien. Ik heb een helpje. Als mensen van de dingen vragen, wat onnodige dingen, neem ze alles, breng ze hier. Ja. Eerder mijn huis was niet zo. De wijde eigenaar die hier bleef, de meneer Subalek, was mijn nana. Hij was niet zo toen de tijd. Alles was netjes. Maar sinds ze beginnen over haar kleren te brengen, kijk, kleren brengen is geen slechte dingen. Dat zegt mijn manager ook. Ik heb met mijn manager gesproken. Ze zegt van kleren is niet belangrijke dingen wat je kan nemen, maar je moet het wassen. Precies, wassen. Maar wat deed ze? Ze brengt dat kleren gewoon wat ze wil aandoen en wat ze stabiel gewoon op de kamer op een hoopje als. Ik heb er gezegd, je gaat alleen maar ziekte brengen. En om deze situatie van haar, die slordigheid en die rommel daar, wat je ziet, dingen zijn geblazen. Je hebt palapru, je hebt zoutwagen, alle soorten dingen zie je daar gezet. Daar was een hok waar ik kweekde een paar kippen. Ik verkoopte zelf eieren. Het was gewoon een business, een hossel van me. Kijk niet wat eruit ziet. Ik zelf vind het niet leuk. Want ik heb een paar keer mensen auto's, pick-ups gehuurd en betaald. Alles opgeruimd, zo op massief gebracht. Maar ze brengt steeds rommel thuis. Steeds rommel. Als ik kom van het werk, daar heb ik zien zakken met kleding en zo. Ja, is eigenlijk de schuld is bij haar gezeten. Want ik heb al vaker met haar gesproken. Kijk, neem kleren. We hebben bijna 3 of 4 klerenkast. Regel die kleren netjes, forward, zet het op een massief. Maar ze begrijpt het niet, hè? Nee. Voor haar is gewoon prop in dat kast gooien. Dat is het. En vandaag, wat je nu ziet, ik denk dat die door de rattenmuizen. Die rattenmuizen heb ik laatst niet in mijn keuken door die slordigheid. Maar jullie gaan... Kijk, meneer Hak, als uw kinderen... Ik ben geen arts, ik ben geen deskundige, is wat ik met mijn ogen waarneem. Maar als uw kinderen vandaag niet door die samenleving en door uw bedrijf geholpen zou worden aan medicamenten, konden deze kinderen ernstig ziek worden, ja. Zelfs doodgaan. Dit kind van u houdt constant van de pijn. Ja, klopt. En ik heb vaker haar gezegd, toen dat ding niet erg was. Ik werd bij ieder van mijn gezin is vrij van een dochter. En toch... Toch gaat ze niet op tijd. Wanneer ik vaker moet praten, wanneer het te veel wordt, dat ding erg wordt, dan gaat ze naar de dokter. Gaat het steeds erger worden, meneer Ganesh. Ik ben behandeling van dokter Sukulal bij Mahonila Healthy Care, die nu staan ze dame. Maar oké, voor hun waren die poli van haar ver. Soms misschien als je bus geldt op taxi kan je daar gaan. Dat heb ik gebracht tot bij Margaritaland, waar de Marotti shop is. Peters Bundeland, die zij stiek daar. Die Chinese dochter. Kijk, woon een vlag hier, hoe ver is het? Niet eens 10 minuten ga je daar al bijna zijn. Maar toch maken ze geen moeite. Want ik kan ieder geen verlof nemen, meneer Ganesh. Want er zijn meer collega's. Als ik iedere keer verlof neem, die anderen moeten ook gelegen hebben om de dingen te gaan regelen. Maar goed, meneer Hak, jullie begrijpen de situatie nu, hoe ernstig het is. Ja, en ik hoop dat jullie ook vanuit het bedrijf waar u werkt, want ik zie dat zo heel veel moeite voor jullie nu doen. Ik hoop dat er wat verandering mag komen. En ik hoop dat die gemeenschap ook jullie mag helpen, begrijpt u? Want wat ik hier zie is wel heel erg. Is heel erg.